Wat wonen wij toch mooie mensen. We zijn even een mooi stukje aan het toeren. We gaan een beetje aanhangers kijken. Zo, we zijn lekker met de motoren een stukje aan het toeren in ons Rijnland-Pfalz. En we kwamen over dit weggetje, hebben we nooit gereden. En moet je kijken, we kwamen hier die bult over, bijna de bult over. Wat een ongelofelijke vergezichten, joh. We zitten ten noorden van waar wij wonen. Richting de vulkaaneifel eigenlijk, denk ik. We gaan richting Zimmertaal. En als ik het goed heb, is dat het dorpje wat je daar in de verte ergens ziet liggen. Dus die kant gaan we op rijden. Wat wonen wij toch mooie mensen. Ja, het is echt zo gaaf. Ruud is even aan het filmen. En kijk, dit is Ruud zijn motor die dan ook mee met het overwinteren gaat. En ik ben nog op de Piaggio. Dat is natuurlijk mijn plan B. Dat als ik mijn rijbewijs niet haal, dan heb ik de Piaggio mee te nemen. Dat ken ook net. Ja, mijn ding is toch bochtjes. Op de een of andere manier vind ik dat dan toch... spannend, dus ik probeer dat te oefenen om de techniek toe te passen. Ja, dit is een scooter, dus natuurlijk weer heel anders dan op de motor. We zijn even een mooi stukje aan het toeren. We gaan een beetje aanhangers kijken. Ja, we gaan naar Zimmertaal. Dat ligt volgens mij daar eens. En daar zit een hele grote aanhangerdealer. Ja. Die zal wel gesloten zijn nu, maar hij heeft er zoveel staan. We moeten bijna wel dat terrein kunnen bekijken van buitenaf. Dus, ja, dus dat gaan we eens even doen. Morgen hebben we een afspraak bij iemand die custom aanhangers maakt. En dan gaan we hier even kijken. En dan, ja, we zullen toch binnenkort moeten gaan beslissen, maar het blijft nog steeds een dingetje. En het regent weer. De vorige keer, toen we dit filmden... Ja, toen hadden we daar geen bedenkingen bij. Maar ja, dit gaat allemaal weer naar al die kleine riviertjes toe. Die dan weer naar die grote rivieren gaan. En die dan weer afzakken gaan. In België was het weer mis. Dus ja, je krijgt er toch wel wat meer ontzag voor. Wij waren gelukkig op tijd terug naar ons motortripje. En wij gaan nu lekker de zondag uitklinken. En dan... morgen op naar de volgende aanhangers. Oh ja, die we vanmiddag hebben gezien. Ja, wij dachten dat er heel veel aanhangers waren, maar er waren er zo weinig dat we zelfs vergeten zijn om ze te filmen. Maar wel even gekeken, gezien. We hebben een idee. Morgen dan de custom make aanhangers. En dan hebben we ook nog een adres en daar gaan we dan met de camper naartoe om te kijken. Het is dinsdag en vandaag gaan we weer onderweg naar een nieuwe aanhangerboer om eens te kijken wat daar aan aanhangers zijn. Eerst even tanken en dan gaan we richting Neustadt. Altdorf. Ja, voorbij Neustadt naar Altdorf. We rijden weer door het Pfälzerwald. Niet met de camper, want ze hadden slecht weer voorspeld. Maar dat hebben we nog niet gezien. Dus ja, nou, prima zo.
Gaat het goed? Ja. Mooi weer. Het is heel mooi weer. Even laten zien. Het blijft een mooi stukje wereld. We rijden nu door het dal naar Neustadt. En dat is eigenlijk een mooi dal. Ik heb dat 10 jaar met de trein en met de auto gedaan aan mijn werk. Maar ja, dat is waar eenmaal. Hè? En nu gezellig een toertochtje. Brommerskieken, maar aanhangerskieken. En we zijn weer aan het wachten. Ja. We hebben even met de meneer van de aanhangers gesproken. Die kwam met allerlei goede ideeën. Dus we gaan nu wat wij willen vertalen in een ankerboot, zoals het zo mooi heet. Dan gaan ze ons een aanbieding maken. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands zegt eigenlijk. Een offerte maken. Een offerte, ja. Met alles wat wij willen. Het is een mooi bedrijfje. Ze doen alles zelf hier. Ze bestellen alle aanhangers zo, zeg maar, een soort van casco. En ze bouwen zelf alles erop en eraan. Met kleppen en deuren en rails en vastmaakmogelijkheden. Dat is geweldig. Ja, gaaf. Ze doen het ook voor de brandweer. Hè? Ze hebben dus pas zo'n keuken klaargemaakt. Begreep ik dat nou goed? Een veldkeuken, ja. Ja. En zij maken ook de brandweerauto's, de interieuren van de brandweerauto's. Ja. Dus dat is best wel gaaf. Ja, dus nou. Mooi bedrijfje. De offerte wordt gemaakt. Nou. Het gaat een beetje vorm krijgen. Heel benieuwd. Gesamthöhen 2,24 meter. 2,24 meter. Oké, dan schrijf ik hier. 2,24 meter. Oh. We zien nog de samentrekken. Ja. We rijden nu Gommersheim binnen, dus meneer Gommers heeft zelfs een heim. Ook hier gaan we even kijken bij een aanhanger meneer. Leuk hè, die vakwerkhuisjes. Ja. Gommersheim. En we zijn weer bij de volgende aanhangerboer aangekomen. Die zat maar 5 kilometer verderop. Dus dan gaan we ook eens even blikken. Ja, we dachten eigenlijk al kat in het bakkie. Maar nu hebben we deze gezien. En kijk eens daar. De Bom. Dat is dus eigenlijk een paardentrailer. Maar die maken dus nu ook speciale motoraanhangers. Ah, ja, het wordt toch wel een beetje ingewikkelder. Maar er moet toch een keer wat beslist worden. Dat gaan we ook zeker doen. Maar deze ziet er ook interessant uit. Lijkt wel een bouwketen. Echt. Gekke huis hier in de Pfalz. En we gaan weer richting huis. Geen idee wat we nu gaan doen. Zo. Ja, gewoon. Nou weet ik het gewoon niet meer met die aanhangers. We dachten bij die eerste man, dit is hem. En toen kwamen we bij deze. En toen dachten we, ja. Ik vind bij die eerste wel een doordacht ding. Maar alles is mogelijk en ze willen alles voor je doen. Maar je hebt dan al heel gauw een hele dure aanhanger.
Bij deze is ook alles mogelijk. Het was een beetje moeilijker praten met die mevrouw, want die kwam volgens mij ergens uit het voormalige Oostblok. Dus was de communicatie iets lastiger. Maar alles mogelijk en ja, we besparen dan minimaal 3000 euro. Dat is toch snel geld verdiend. Precies, dat zijn heel veel dieselkilometertjes in het campertje. Ja. We gaan er maar eens even over nadenken. Ja, precies. Laten we die meneer maar even vooraan. We rijden weer richting Neustadt, een stad. En als jullie dat net zagen, dat was wel mooi. Jullie zagen dus de bergen van het Pfälzerwald. En nu weer door Neustadt. Gaan we ergens een hapje eten en weer richting huis. Vetter heb je dus ook Maikammer. En daar ligt dus dat hoogste punt van het Pfälzerwald. Dus niet van Rijnland Pfalz, maar van het Pfälzerwald. Dat is waarschijnlijk waar die toren daarboven staat. Dat denk ik ook. Prachtig weer richting het dorp. We hebben de terugweg. Daar komen we vandaan. En zo spotten wij tijdens het wandelen spontaan een hele kudde groot wild. Ik weet niet hoeveel dit er zijn, maar... Zijn er echt heel veel? Moet je kijken, joh. Ja. Ik dacht dat die altijd wel richting Münchweiler en zo en Altenglan zaten, maar... Ja. Hier, het is gewoon een weiland vol. Ongelooflijk. Is dit misschien een koeienfeestje met een gekostumeerd bal? Ja. Want normaal zitten er nog koeien in de wei. Maar zijn het ooievaren? Omdat ze die zwarte... Ja, dat zijn ooievaars. Ik zal ze even proberen heel erg in te zoomen. Kijk, dat is niet helemaal helder. Geweldig. Ja. Echt veel. En dat aan de rand van ons dorpje. Groot wild gespot. Dus even lekker aan de wandel. Lekker windje, lekker fris. Fris? Nou ja, het is warm, maar wel een fris windje. Ja, 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 het is niet te heet. Ja. Wapperende haren en zo. Zo ja. Ja. Ja, status update. Status update. We hebben vandaag weer even uitgebreid natuurlijk over aanhangers gehad. Wat else, ja. En er zaten 3 aanhangers in de race. En dat waren 3 totaal verschillende aanhangers ook. Eentje ervan is al afgevallen eigenlijk. Vrij snel al, hè? Want ja. We vonden de prijs-kwaliteit verhouding was niet je dat. Als je zegt van de ene aanhanger die is 3000 euro duurder dan de andere. Zonder dat je echt een heel groot verschil hebt. Joh. Nee. Ja. Dus nu zijn er nog 2 in de race. Ja. Maar van er eentje toch wel een lichte voorkeur heeft. Ja, maar daar hebben we een klein probleemskie bij. Want als we over moeten gaan op plan B, wat er misschien
toch door omstandigheden in gaat zitten. Ja. Dan gaat mijn grote dikke Piaggio MP3 500 er niet in. Dus we gaan het zien. We gaan waarschijnlijk morgen de beslissing maken. Maar morgen valt in de volgende vlog. Dus... Precies. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Doei.